Het traumacentrum van het Erasmus MC heeft sinds kort een nieuwe traumaheli. Standplaats is Rotterdam, de Hague Airport. Hier hebben ook de traumaarts, verpleegkundige en piloot een kantoor zodat ze altijd paraat staan. Naast mij staat de traumachirurg. Jullie komen net terug van een inzet met een nieuwe heli. Wat zijn nou de voordelen? Ja, de voordelen van deze helikopter zijn dat we de patiënt vanaf achteren kunnen inladen. En dat gaat wat praktischer dan dat we dat met de vorige helikopters vanaf de zijkant moesten doen. En bovendien is het zo dat de helikopter aan de binnenkant wat anders is ingericht, waardoor we wat meer werkruimte hebben in de helikopter. En waarom hebben jullie die werkruimte nodig? Ja, soms ben je met een patiënt bezig die in kritieke toestand is. En dan kan het zijn dat je bepaalde handelingen moet verrichten. En dan is het heel fijn om werkruimte en overzicht in de helikopter te hebben. Voor de patiënt is het belangrijkste voordeel dat wij met deze helikopter meer brandstof met ons mee kunnen nemen. En daardoor meer inzetten kunnen accepteren. Patrick, jij bent piloot. Ik heb begrepen dat er nu een automatische piloot op de nieuwe heli zit. Wat houdt het eigenlijk in? Ja, klopt. Er zit een automatische piloot in. Dat wil zeggen dat het een systeem is wat ik in kan stellen zodat de helikopter eigenlijk zelf zijn richting, zijn snelheid en zijn hoogte vasthoudt. Voor ons zit het een stukje werklastvermindering en een stukje veiligheid, want ik heb meer tijd om naar buiten te kijken. Ik hoef alleen maar te controleren binnen of alles nog klopt. En ik kan naar buiten kijken om eventueel andere vliegtuigen te ontwijken dan wel waar te nemen, andere vogels, obstakels. Dus het is een stukje werklastvermindering en veiligheid. Je bent verpleegkundige en daarnaast heb je ook een vliegtechnische opleiding gevolgd. Waarom? Nou, dat is om de piloot te kunnen assisteren bij allerlei taken in de vlucht, om hun werklast te verlagen, zeg maar. Deze cockpit ziet er echt totaal anders uit dan de oude. Wat is het verschil? Het verschil is dat dit een nieuwe generatie is. Dit is een Helionics cockpit, dat wil zeggen een glas cockpit. Alles wordt via glazen schermpjes gepresenteerd. Vroeger had je allemaal klokjes zitten waar je op moest kijken, zaten op een vaste plek. En hiermee kan ik alle informatie oproepen die ik op dat moment nodig heb op de schermen die ik zelf wil. Dus het is een stukje veiligheid. De oude traumaheli staat nu nog in een hangar in Rotterdam. Deze wordt gebruikt als reservehelikopter voor als een van de machines van de andere traumateams in heel het land in onderhoud zijn. Het mobiel medisch team wordt nu ingezet. Ze hebben net een oproep gekregen, dus wij gaan volgende keer weer verder met filmen.